In dit filmpje ga ik jullie door de eerste passage over Androclus en de leeuw praten. Omdat Androclus ook in het Grieks voorkomt, staat hij op de afbeelding van het boekje, dat je ziet op het plaatje, genoemd als Androcles, komt allebei voor. Een beroemd verhaal, onder andere in Engeland, doordat Judge George Bernard Shaw er een toneelstuk over geschreven heeft. In circo maximo, etc. We beginnen bij de persoonsvorm, dat is dabatur. Daartussenin staat inquit, aan het woord is apion, weet je al, hij vertelde, wat vertelde hij? Dabatur, in perfectum, er werd gegeven, wat werd er gegeven? Een pugna, een gevecht. En venationis amplissimae, een zeer grote jachtpartij, geeft informatie over dat gevecht. Wat voor gevecht? Een gevecht van een zeer grote jachtpartij, of bestaande uit een zeer grote jachtpartij. Die werd gegeven in circo maximo, in het circus maximus, aan populo, dat is dus de dativus, aan het volk. Eus rei, etc. Inquit staat er nog een keer tussen. Hij zei nog iets anders, die apion. Eus rei, dat staat in de genitivus. Eus geeft altijd aan dat het ergens naar terug verwijst. En dat verwijst dus terug naar wat er in de vorige zin gebeurt. Het staat in de genitivus dus van deze zaak, want eus congrueert met rei. Fui is de persoonsvorm. Was ik spectator, was ik toeschouwer? Daartussen staat een bijzin. Die bijzin wordt ingeleid door het woord cum. Toen ik SM, ik was forte, toevallig, toen ik toevallig Romai, toen ik toevallig in Rome was. Van die zaken was ik, toen ik toevallig in Rome was, toeschouwer. Multi ibi, etcetera, etcetera. Het eerste stukje zin, daar ontbreekt de persoonsvorm in. Multi ibi savientis ferai, daar moet ik een werkwoord van zijn aanvullen. Er waren, ibi, daar. Multi, veel, savientes, woeste, ferai, wilde beesten, allemaal in de nominatieves. En er was nog iets anders, en er waren ook nog, er staat een komma, wij zouden het woord en invoegen. En magnitudines excellentes, ook in de nominatieves, opvallende omvangen, opvallende groottes, bestiarum, van beesten. Dus knotsen van beesten, zoals wij dat ook in het Nederlands eventueel zouden kunnen zeggen met een van-bepaling. Veel wilde beesten en veel knotsen, of enorme opvallende knotsen van beesten. En, nu staat er wel en, dus dit stuk zin wordt verbonden met de vorige met que. Erat, was, wat was dan wel, wat was dan? Nou, dat zijn twee onderwerpen, forma, aut ferocia, aut en aut scheiden dat, ofwel het uiterlijk, ofwel de woestheid, was in visitata, nog nooit gezien. En omnium staat in de genitivus meervoud van alle. Dus en van alle was ofwel het uiterlijk, ofwel de woestheid, ongezien, nog nooit gezien. En bij dat omnium kun je natuurlijk aanvullen dat het gaat om die beesten, uit het voorafgaande van alle beesten. Sed praeter alia omnia leonum, etc. Inquit staat er nog een keer. Hij zei, maar... Wat zei hij? Ik zoek eerst naar de persoonsvorm. Fuit, was. Wat was er dan? Emanitas staat in de nominativus. Dus de enorme omvang, was. Daartussen staat nog een dativus, admirationi. Dat noem je een dativus finalis, van doel. Dus die was tot bewondering. Met andere woorden, die was heel erg bijzonder. Dus letterlijk staat er de enorme omvang strekte tot bewondering, of was tot bewondering. En dan staat er nog een bepaling voorafgaand, praeter, behalve. Daar hoort altijd een accusativus bij, dat is alia omnia, onzijdig meervoud. Maar behalve alle andere dingen was de enorme omvang tot bewondering, leonum, genitivus. En dat zegt dus iets over die emanitas. De enorme omvang van de leeuwen was tot bewondering. En, daar staat unus in de nominatiefs, dus het onderwerp wordt uitgebreid, er wordt nog een stukje aan toegevoegd. Dus de enorme omvang van de leeuwen strekte tot bewondering. En één, namelijk leeuw, en één leeuw, praeter, behalve of meer dan, omnes keteros, alle andere vul aan leeuwen. Dus één leeuw was nog meer te bewonderen dan alle andere leeuwen. Is unus leo. De persoonsvorm is converterat, had gedraaid. Wie had er gedraaid? Is unus leus, deze ene leeuw, dat staat in de nominativus, had gedraaid, en dan vraag je je af, wat had hij dan gedraaid? Animos opulosque, de aandacht, de geesten letterlijk, de aandacht en de ogen, omnium, van allen, dat zijn de toeschouwers, had hij gedraaid, en waar naartoe dan?
In CC, in met een accusatief, geeft een richting aan naar zichzelf. Er staat nog een hele reut tussen en dat is eigenlijk allemaal precies hetzelfde. Er staan namelijk dingen genoemd waardoor hij die aandacht had getrokken. Die staan allemaal in de ablatives. Impetu, vastitudine, fremitu en toris comisque. Hoe had hij dan de aandacht getrokken? Door de impetu, letterlijk de snelle vaart corporis van zijn lichaam, genitivus. Laten we zeggen de kracht van zijn lichaam. Door de kracht van zijn lichaam en door zijn vastitudine, zijn enorme omvang. Dan staat er hier que, verbindt fremitu met vastitudine. Dus door zijn kracht, door zijn omvang en door zijn terrifico fremitu, zijn angstaanjagende gebrul, et sonoro. En dat sonoro betekent iets als luid. En dat hoort ook bij fremitu, dus en zijn angstwekkende en luide gebrul. En door zijn toris, door zijn spieren. En, het woordje en ontbreekt hier overigens, hier staat geen en, dus we hebben een asyndeton. Door zijn spieren en door zijn comis, dus de haren cervicum van zijn nek, met andere woorden zijn manen. En van die manen wordt nog gezegd dat ze fluctuantibus zijn, dat is een PPA, congrueerd met die haren. Het wordt nu wel een beetje onoverzichtelijk met al die streepjes. En door zijn golvende haren van de nek, oftewel door zijn golvende manen. Door al die dingen had hij dus blijkbaar de aandacht getrokken van het publiek.